Welkom en leuk dat je kijkt. In deze video leggen we je uit hoe je een Vematec sloophamer koppelt aan een graafmachine. Leg de sloophamer horizontaal op de grond. Zorg ervoor dat de assen van de snelwissel en de bussen van de kopplaat vrij zijn van vuil. Breng hierna de snelwissel in lijn met de hydraulische sloophamer en haak deze met de vooras in de oren van de kopplaat. Til de sloophamer nu een stukje op en schuif de bakcilinder volledig uit. Plaats vervolgens de spie van de snelwissel in ontkoppelde positie en haak deze in de kopplaat. Na het vergrendelen van de spie leg je de sloophamer weer neer en sluit je de hydraulische slangen aan. Voordat je dit gaat doen, maak je eerst de leidingen drukloos en controleer je of de kogelkranen van de graafmachine gesloten zijn. Verwijder vervolgens de stofkappen van de koppelingen en sluit de hydraulische slangen aan op de graafmachine. Controleer tijdens het aansluiten of alle afdichtingsringen en koppelingen van de slangen, de hulpstukken en leidingen vrij zijn van beschadigingen of vervuiling door bijvoorbeeld zand of metaalresten. Open hierna de kogelkranen op de graafmachine en zet ook de drukloze retour op de graafmachine open. Kijk daarna op het typeplaatje van de sloophamer voor de benodigde werkdruk en stel deze in op de graafmachine. Nu kan je aan de slag met je sloophamer. Om de sloophamer af te koppelen, leg je de sloophamer eerst neer op een schone, vlakke ondergrond. Voer hierna de eerder genoemde stappen in omgekeerde volgorde uit. Sluit dus eerst de kogelkranen en koppel daarna de slangen af. Draai vervolgens de stofkappen op de koppelingen. Als de slangen losgemaakt zijn, kun je de sloophamer van de machine afkoppelen. Tot zover deze uitleg. Kijk voor meer informatie over het aankoppelen en gebruik van de sloophamer in de instructiehandleiding. En wil je een video zien over hoe je onderhoud pleegt aan een sloophamer? Klik dan op de kaart die nu rechtsboven in deze video verschijnt. Bedankt voor het kijken. Vond je deze video nuttig? Vergeet dan niet te liken en kijk voor meer van dit soort video's op ons YouTube-kanaal. Werk ze!